Ja, dat was hem. Lekkere binnenkomer. Goedenavond, lieve luisteraars. Dit was de voorkeurskeuze van Iris Hoeks vanavond live in de studio. Welkom, Iris. Hi, welkom. Hij stond op nummer 6 in de top 10, dus mensen zullen wel in de war zijn. Maar je kwam net binnen, maar die moet ik wel echt horen vandaag. Ja, ja, ja. Dus die hebben we maar even als eerste gedaan. Waarom dit nummer? Even snel tussendoor. Ja, het heeft gewoon zo'n lekkere vibe. Ik draag het nummer een warm hart toe omdat het een Belgische band is. Het hoeft niet altijd allemaal Amerikaans, Engels. Helemaal. Ze zijn gewoon steengoed. Helemaal mooi. Jij vond het een lekker nummer, het klonk goed. Ja mensen, Iris Hoeks. Geboren op 16 april 1975, dus dat maak je 41 jaar. Ik moet altijd even rekenen als ik dat soort geboorte aan doe. Ja, ja. Je bent geboren in Budel. Ja. Dus dat is misschien ook wel een beetje dat Belgische hart waar je het net hebt. Ja. Want het is 100 meter drie keer struikelen en je bent, ik weet het toevallig, ik heb een hele goede vriendin die daar woont. Dus ja, een heerlijk dorp. En je woont inmiddels in Eindhoven. Ja. Dus niet meer in dat heerlijke dorp, maar toch maar weer in de grote stad. Ja. Ja. Mis je het niet, het dorp zo? Ja, soms wel. Soms wel. Ja. Ja, ik weet, je kan daar ook zo lekker wandelen. Ik weet dat zij heeft dan 2 honden. En ik vind het altijd heerlijk om daar een weekendje heen te gaan. En lekker met die honden de hort op te gaan. En lekker te gaan wandelen. En dat kan me wel voorstellen. Qua opleidingen zag ik dat jij, niet zo super spannend zoals je het net zelf al aangaf. In 1993 was je klaar met het bisschoppelijk college in Weert. Ja. Je hebt 1 jaar hogeschool Schoevers in Rotterdam gedaan. Nee, Eindhoven. Was dat Eindhoven? Ja. Nou, het gaat nu helemaal fout vandaag. Ik wilde al vragen van hoe deed je dat dan? Want dat is best wel moeilijk. Ja, inderdaad. Ik zal dagelijks voor doen. En daarna heb je 3 jaar in Sittard gezeten op de hogeschool. 4 jaar. Vier jaar HBO-opleiding. Jongens, we stoppen ermee. Het gaat helemaal fout. Het is ook helemaal niet mijn boeiend. Research van vandaag gaat weer helemaal naar. Maar je hebt een secretaresseopleiding gedaan en daarna vrije tijdskunde. Ja. Dan vroeg ik me af, wat houdt vrije tijdskunde dan precies in? Want het klinkt als een ideale opleiding. Ik wil het ook wel. Maar wat houdt het in? Nou, het werd een beetje naar buiten toe gebracht alsof het een soort toerisme-recreatieve opleiding was. Dus dat je een soort coördinerende managementrol kon leren worden in het recreatie-toerisme vak. Maar dan in werkelijkheid was het een vage studie die in allerlei vreemde maatstaven van de onderwijsinspectie moest voldoen en daardoor de meest rare vakken soms erbij had. Dan waren we weer op sokken door de kantine aan het rennen en dan moesten we Romeo en Julia uitbeelden of een spel met sponsen verzinnen. En ik heb stage gelopen op een camping in Zeeland. Deden we dan het animatieteam. Ik was Jel Bretel en mijn vriendin Dunja was... Die je nooit vergeten, Jel Bretel. Nee, trouwens, nee, dat zeg ik niet goed. Mijn vriendin was Jel Bretel, ik was Sjaan Banaan. Het was erg leuk voor 4 jaar en toen dacht ik van... Ik word wel gewoon secretaresse, daar heb ik ook voor gestudeerd. Al denken sommige mensen dat je daar niet voor hoeft te studeren. Ja, want je bent inmiddels sinds 2010 secretaresse bij de Technische Universiteit van Eindhoven. Ja, eigenlijk al eerder, ja. Ja? Ja, want ik zat zeg maar... Ja, er klopt helemaal niks meer van mijn research, dus ik geloof ook niks meer. Maar ik had opleiding eind 1999. Ja, ik ben in 99, begin 99. De eerste baan die ik vond was 2010 Technische Universiteit. Dus ik heb een gat. Ah, dat klopt. Ja, daarvoor heb ik ook allerlei secretaressefuncties gedaan bij andere bedrijven. Gewoon niks noemenswaardigs. Jawel, maar ja. Ik had een cv gehad, mensen. Dat gebeurt me niet zo vaak. Ik vind schrijven gewoon veel belangrijker. Ja, nee, maar daar vonden we genoeg van ook. Ja, ik moest heel erg lachen. Ik snuffel op de plekken waar mensen niet horen te snuffelen. Want dat moet, want ik wil natuurlijk al leuke scoops hebben. Ja, ja. Maar ik moest zo lachen vanmiddag om jou... bij Facebook stond er favoriete uitspraken zijn stom. Heb ik dat geschreven? Nee, staat in het profiel. Oh, moet ik eens even nalopen dan. Waar komt dat vandaan? Ik vind jou, ik schat jou een beetje. We hebben natuurlijk de afgelopen week best wel wat gemaild. Ik heb je boek gelezen. Volgens mij ben je zo'n heerlijke mens met heel veel humor, met zo'n lekker druppeltje sarcasme. Net zoals in je boek. Dus ik vraag me dan af waar zo'n uitspraak vandaan komt. Ja, ben je gewoon doodgesmeten met? Nou, ik kan me niet herinneren dat ik het er ooit in heb gezet. Maar ik kan me wel een beetje iets bij voorstellen dat ik er een opstandige bui heb gedaan, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Ik denk dat enerzijds, ik hou er niet zo van om te leuren met eigen leuke
uitspraken. Van, nou, net zoals een vastgezette tweet, weet je wel, dat je je leukste tweet bovenaan gaat zetten, zodat iedereen die extra vaak ziet. Want dat was je slimste opmerking. Ja, ik denk inderdaad altijd als ik zo'n vastgemaakt grapje van iemand zie, nou was dat je leukste. Laat maar. Dus ik denk altijd, nee, dat doen we niet. En om een uitspraak van iemand anders te gaan lenen en op je Facebook profiel te zetten, vind ik ook raar. Maar er is niet een quote die jou kan inspireren? Oh, jawel, genoeg. Maar dan heel veel, niet één. Nee, precies. Ik zou niet eentje zo hups kunnen noemen. Je houdt van lezen en koken. Ja. Alleen wat ik net al van je hoorde, je hebt eigenlijk gewoon geen tijd om te lezen. Ik heb nergens tijd voor, ja. Vreselijk. Maar heb je wel tijd om te koken? Nee, ook niet meer de laatste jaren eigenlijk. Ja, nee, s'avonds moet er natuurlijk iets op tafel, maar... Maar niet lekker passionele koken. Het is geen Rudolf van Veen meer. Nee? Hey, jammer, ik wilde hem net uitnodigen. Ja. Je noemt jezelf een francofiel. Ja. Je houdt van Frankrijk. Ja. Wat heeft je hart veroverd in Frankrijk? Ja, ik denk jeugdsentiment voor een heel groot gedeelte. Eigenlijk als kind en mijn ouders gingen wel altijd kamperen in Frankrijk. En elke vakantie naar een aantal verschillende campings. Dus dan heb je heel veel van Frankrijk gezien. Dus als je nu een vakantie mag boeken voor morgen, ik zeg hier, je mag naar deze reizen zoeken, maar uit, dan wordt het op Frankrijk? Ja, nou, ik zou ook wel heel graag een keer roadtrip door de USA maken. Ja. Dat heb ik dan weer gedaan, 14 En dat is duurder, hè? Dus ja. Als ik het dan gratis mag uitkiezen, dan kies ik natuurlijk. Nee, dat snap ik. Als het gratis is, moet het duur, een hele luxe camper, ja. Als het gratis is, moet het wel duur zijn. En je bent een chocofiel. Ja, chocoholic. Ja, mag je daar midden in de nacht voor wakker maken? Nee, je mag mij nergens voor wakker maken als ik lekker lig te slapen. Ik ben een enorm... Mijn hobby is slapen eigenlijk. Maar daarna chocolade. Okay. Ik zal het onthouden. We gaan even een stukje muziek luisteren. I'll Fall in Love With Your Knife van Peter Murphy.